Yo, yo kijkers! Welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van wie? Ja, ja, van Timothy! En dit is niet zomaar een aflevering. Nee, want dit is een super vette aflevering. Want in deze aflevering gaan wij jullie laten zien dat je dat thuiszitten met weinig geld helemaal geen zin heeft. Nee, koop een magneet op www.magnetar.nl en ga geld rammen. Wij gaan jullie laten zien dat magneetvissen geld oplevert. Of niet, man? Op zeker, jongen. We gaan zeker op zeker laten zien aan de kijk wat we gaan krijgen. He? Dit is super gers, maat. Dit is echt super gers. Ja, deze bak die gaan we helemaal voorrammen. Hawa. Super gers dit. Ja, wat zeggen we dan? Rammen. It's a bag. Zo kijkers, trek mijn handschoentjes aan, ook van Magnetar. En dan gaan we rammen. Eerste gooi, live. Daar gaat ie. Woehoe! Wat zal het zijn, maat? Ik voel al van alles. Ja, ik voel ook al van alles nu. Gelijk al hoe die de bodem raakt. Wat zal het zijn, wat zal het zijn? Ik hoop niet een karretje van Albert Heijn. Oh, wel een hoop mos. Super vet, een steppie. Ja, helaas doet hij het niet. Het is wel een ander steppie dan in België. Het is geen elektrische step, maar de eerste anderhalve kilo is binnen. Hamma. Lekker. Op naar de volgende vondst. Rammen. Moet je niet parkeren. Nou, die kunnen we mooi meenemen. We hebben onze eigen parkeerplaats altijd. Hamma. Yes, kijkers. It's a bag! Woe! It's a bag! And what's in the bag? Oh, ik zie het al. Allemaal. Wat? Wow! Hey, enge dingen, man! Wat heb je? Enge dingen! Kijk, daarvoor moet je echt handschoenen hebben. En altijd voorzichtig die tasjes uitpakken, man. Er zitten gewoon injectienaalden in. Meen je niet? Ja, kijk dan. Aardig gek. Of ik weet niet of dat injectienaald. Ja, dat is ja zo te zien wel. Maar geen naald zit er niet op, maar. Nee, man. Ja, kijk uit. Ja, die naald zit er niet op, gelukkig. Maar bizar, hè? Wow. Dus in die bag met fietssloten zaten gewoon twee injectienaalden. Gat voor het daarin. Ja, man. Eeuw, man. Gelijk in een tas. Ja, man. Gelijk apart. Ja, man. Wow. Maar hoe was het dat er zijn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fietssloten. Van een junkie. Dit is echt van een junk geweest. Ja. Waarschijnlijk heeft hij die dingen gebruikt nadat hij de fiets had verkocht. Ja, nee? Man. Nou, de gek joh. Maar dat is minder. Beetje jammer weer, junkie. Nou, ik ben vorig jaar gestopt met werken. Maar ik krijg toch weer een beetje. Het dingetje terug, hè? Tjoe. Gewoon een lekker band hebben gehad. Ja. Maar wel weer kilo's. Kilootjes, kilootjes! Ik breng het dadelijk wel op. Zo, kijk eens. Kijk dit. Zien jullie het? Abonneer even, hè? Zoals jullie zien. Ja, super vet. Een laptop eruit, hè? Dit is toch goud? Een HP. Ja, man. Het is een HP, maat. HP Pavilion Entertainment PC.
Oké. Okay. Toetsenbord zit er nog wel op, alleen de rest ontbreekt. Q, W, E, R, T, Griekse I. QWERTY. Die is, dit is ook weer een andere prijs, hè, volgens mij. Ja, ik weet het niet. Ja, we gaan het zien. Ja. Ik ga het gewoon even zeggen. Ja. Hey Marco! Hey Marco! Zo, kijk eens. Wim die trekt er nou toch iets legendaries uit. Ja, hiermee ging ik vroeger altijd naar school en dan was ik echt de bom, jongen. Dan kwam ik helemaal zingend binnen. Ja man, dit was echt te erg. MP3, zou er nog wat op staan? Oh ja, dat kan. Ja, dat kan. Hey, dit is... Ja, jij weet hoe die aangaat. Ja, gewoon zo. Ja man. Dit is geweldig, man. Dit is echt een MP3-speler. Ja, old school, hè? Ja, MP4 heb je al, en voor mij heb je MP5 ook al. Kijk dan. Ja, kun je hem nog later. Misschien in de reis leggen. Ja. Wie weet. Ik zou er bijna weer eentje kopen. Kijk eens, ik zou er bijna eentje gaan bestellen, een MP3-speler. Maar ja, tegenwoordig doen we dat gewoon via onze telefoon. Wie heeft vroeger... Wie rockte hier ook zwaar hard op een MP3-speler? Laat het even weten in de reacties. Ja, dit is goud, man. Volgens mij had ik ook nog deze. Ja, één van deze. Ja, man, zeker. Heb je hem niet hierin gegoten? Nee. Ja, dit is wel echt heel apart. Ik dacht een geldkistje zo van onder. Zo kwam die naar boven toe. Althans, hij kwam zo naar boven toe. Ik dacht een geldkistje. Maar... het is een baksteen. Oh, nou laat hij los. Een baksteen. De rest is geschiedenis. Nou, daar gaat hij weer. It's a bag. Nou, what's in the bag? And what's in the bag? Valt er al wat uit? Nee? We gaan het zien. Voorzichtig, hè? Want, Ja, je weet het van daarnet, hè? Oh, nou ja, de same. Oké, ja, let op, hè? Dat er geen injectiedingen bij zitten. Het zit helemaal vastgekoekt. Hé, een munt! Oh nee, zo. Dag, zo. Krijg een Jochem Lupting. Ja, kijk man. Dan houden we hier al die sloten daar al in. Ja, man. Daar is de eerste It's in the Back van gekomen, ook van een tas vol met sleutels. Sleutel, oké. Ja, man. Ja, ik weet, in een ander filmpje had je gewoon een fietsframe was in de tas idee. Ja. Je, kom op. Ja, dan ga ik ze dingen. Ja, nou ja, ja. Fietssleutel. Slot voor Dorrie. Maar wel weer kilo's. Kilo's. Aba. Yes, kijk eens, daar gaan we weer hoor. It's a bag. En what's in the bag? Voorzichtig weer, hè? Ja, zeker. Oké, lauw. Yes! Zal die het nog doen? Hé, die pin zit er wel in. Nee, die pin zit er nog in, dus zal die het doen? Yes, hij is eruit. Nee, man. Zo, oh, dat was die pen van die hendel. Nou, oh, denk ik. Zie je het? Oh, kijk dan, ja. Nou, dan doen we die weer terug. In de hoop dat hij het doet, man. Voelt hij wel zwaar aan? Ja, waar, man. Vergeet het maar. Ja. Misschien dat hij het nog zo doet. Nee, helaas. Nou, maar wel, ja, wel geinig. En, wat op je shirt staat, it's in the bag. Ja, it's a bag. Enge dingen. Ja, man. We gaan lekker hier Rotterdammen. Heel veel it's in the bag altijd. Zo, lekker. Kijk eens. We hebben al een aardig stapeltje hoor. We hebben er zelfs een fiets op gegooid. Mama. Dus... Dat belooft wat. Dit is weer aluminium, dus dit gaan we apart inleveren. Ja, dat is
weer apart geld. Dat is weer kabel en een laptop. Dus dat kun je dan apart inleveren. Dit is ook aluminium, dus dit moet je allemaal dan apart inleveren. Dan, ja, je moet het echt scheiden ook, dan krijg je er nog meer geld voor. Want aluminium staat op 1 euro per kilo. Dus ja, ja, je mag hier trouwens niet parkeren. Weer, yeah, it's a bag. En ja, what's in the bag? What's in the bag, hè? Hey, nog een bag. Ja, bag in the bag. Dat is nog spannender. Boutjes. Ja, nou, hebben ze ergens waarschijnlijk velgen van een wagen afgehaald. Dat zijn van die, dat is speciaal voor je auto. Niet eens RVA's, jammer. Nee. Even en. Hey, kabel. Wat is dat dan? Kopen. Kopen, ja, ja, kopen draad. Hey. Hangen, kassa. Hey, maar dit is, ja, dat is rood. Ja man, dat is rood kopen. Draad. Ja, ja, dat geeft niet. Per kilo. Ja, nou lekker toch? Nou. In ieder geval 2,40. Hey. Beter dan de ijzerprijs. Zeker, man. Zo aardig gek al hoor. Dit is echt al bizar. Moet kijken hoe dat eruit ziet. Dat is toch super vet man. Dat zou ik elke dag wel willen doen dit. Of niet maat? Ja, het gaat, hè. Ik ga leggen wat er nou weer even verdwenen is, hè. Helemaal goed. Het is weer weg. Water is weer een stuk schoner. En wij gaan dadelijk even kassa. Ja, ja. Zo is dat. Want dit levert gewoon centjes op, kijkers. Dus voor iedereen die skeer is en thuis denkt van hoe maak ik geld. Ja, door naar www.magnetart.nl te gaan en een magneet te kopen. Ja, het kan ook op de fiets. Zorg dat je dan een soort bakwagen creëert of iets. En dan, ja man, dan kun je gaan verdienen. Echt, geloof me maar. Dan gaan jullie dadelijk allemaal zien wat het gaat opleveren. Wauw. Strijden. Ja, het is wel strijden. Ja man, ga met de bananen. Het is wel strijden. Een seconde rechter. Wat een beer, hè? Lekker man, heerlijk. Kijk eens. Sjoerbandje er overheen en gaan. Dit is toch super gaaf, kijkers. Kijk, ons zitten dan genieten. Echt super genieten dit. Dit is echt super genieten. Ik zag het net nog, kijkers. Dit heb je nou nodig als je een beetje skeer bent en goedkoop wil gaan magneetvissen, zo'n bak. Dit is Noosefoam van Flink. Ja. Zoals jullie zagen, we zijn nu aangekomen bij Lion Metals. En ja, we gaan deze flinke berg die op de wagen staat, eens even kijken hoe stoer dit is. Ja, die gaan we nu inleveren. En die gaat hij weer uithalen met een heftruck.
Dit is echt wel, ja, dit is wel spectaculair, ja, toch? Worden. Ja, 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 dit wordt wel leuk. Even de plaat eruit en zo. Ja, maar hij wil hem binnen gaan wegen, wacht even. Daar gaat hij hoor, de bak. Ja, maar. En tillen! Kunst, hè? Dat ken je wel, hè? Hij moet ook wel, staat op beeld. Kijk eens, de bak staat op de weegschaal. En 431 kilo. De bak zal ongeveer... Wat weegt die bak, maat? 45, zegt hij. 45 ongeveer. Dus ja, die weegt 45 kilo. Dat gaat er dan af. En dan gaan we dadelijk de bon zien en het bedrag bekijken. Super vet, ben benieuwd. Ja, oké. Okay. Nou. Je moet één ding niet vergeten natuurlijk. Het komt gewoon uit het water, hè? Ja. Sta gewoon een dagje in de zon te genieten en dan pak je toch centjes. Nou, een dagje, 5 uurtjes mag leegvissen.